De vliegende brigade van het ministerie van Economische Zaken wordt vaker geconfronteerd met winkeliers die aan prijsopdrijving doen. Deze brigade dient als versterking van de economische controledienst. Minister Saskia Walden van Economische Zaken zegt dat de vliegende brigade winkeliers moet stimuleren om zelfregulerend te zijn en zich te houden aan de winstmarge. En de resultaten tot nu toe zijn dat inderdaad bij een aantal winkeliers wederom gebleken is dat die een prijsuitdrijving deden, zich niet hielden aan de winstmarges. En daar wordt er nu wat hardhandiger opgetreden, waarbij wij niet alleen blijven bij het geven van waarschuwingen, maar ook bij het opleggen van sancties. En tot nu toe moeten we wel aangeven dat er wel positieve reacties zijn, omdat andere winkeliers daardoor proactief zelf hun prijzen gaan verlagen naar de toegestane winstmarge. De bewindsvrouw haalt aan dat klachten het ministerie hebben bereikt dat importeurs ook doen aan prijsopdrijving. Deze klachten komen voornamelijk van winkeliers. In het huidige traject dat wij nog meer ook de controle bij de importeurs zullen verscherpen. En voornamelijk gaat het om de importeurs die één goedkope dollars ter beschikking hebben gekregen. En de goedkope dollars zijn de dollars die tegen de centrale bankkoers zijn aangeboden aan de importeurs van basis- en strategische goederen. Dus daar wordt de controle verscherpt. Minister Saskia Walden van Economische Zaken. Ze zegt dat de vliegende brigade wordt bijgestaan door leden van de ministeries van Justitie en Politie en regionale ontwikkeling en sport.